Doe maar even met het oefenen, beste mensen. Hallo allemaal. Van harte welkom. Ik heet u van harte welkom op deze uitslagenavond van de verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen 2018. Op deze prachtige lentedag, 21 maart 2018. Een hele spannende avond, denk ik, voor velen van u. Gelukkig, en dat is halve smart, bent u niet alleen. Er zijn veel meer mensen die in spanning zijn in Nederland. En ik wil u heel graag voorstellen om het programma even door te nemen over vanavond. En Bertus staat hier aan deze kant, ook een onderdeel van het programma. Dat is ook hoofdgerecht, Bertus, ben jij. Bertus, kijk met ons terug als het even stil is en er wordt geteld terug in de tijd. Want het is dit jaar een heel belangrijk jaar. 100 jaar lang hebben we stemrecht in Nederland. Gaan we vieren, zijn boekjes over verschenen. En Bertus kijkt even terug in onze historie om de tijd wat te doden en om de spanning wat te misschien wat kleiner te maken. Misschien wordt het een lange avond, want de uitslagen die u krijgt zijn voorlopig. Om een hapje en een drankje te nemen, elkaar te ontmoeten, elkaar te spreken. Dat is al ontzettend belangrijk. Ik was vandaag op een heleboel stembureaus en die ontmoeting met mensen is al zo belangrijk. Het is een soort nieuwjaar, maar dan anders. Hier vanavond. Het is een beetje Iraans nieuwjaar, geloof ik. Dat vieren we nu precies. Als u kijkt naar, moet ik even een plaatje, naar vandaag. Ik denk dat spanning, het referendum, minder groot is dan voor de gemeenteraad. Dat hebben wij goed in de schoon, denk ik, dat ik goed was. Dus de tellers gaan gewoon door, maar eerst de gemeenteraad, dan het referendum. En als laatste dan met de voorkeursstemmen. En dat kan wel van belang zijn, maar ook dat hangt erg af van hoe het allemaal gaat. Er zijn teams bezig. Ik heb ook contact met de leider van het team die daar staat. Er zijn bovenmensen aan het tellen. Hier 96 kandidaten, 17 zetels. Maar als ik de partijen een beetje tel, heeft u ook vast al gedaan in de staphorsten, kom ik uit op 24 zetels. Allemaal wel eens een zeteltje erbij. En als u boven de raadzaal komt kijken, de nieuwe raadzaal, gaan toch maar 17 zetels. Verlopen. En dat het goed is verlopen, kan ik u zeggen, want er stonden grote rijen bij Kisterman en Ranveen, ook hier voor het gemeentehuis. De laatste. Het Nederlands Dagblad van vanmorgen. Ik ben het hier van harte mee eens. Ik vind dat een raadslid veel meer aanzien verdient. Ze doen het met liefde, die 96 kandidaten en die 17 raadsleden. Maar het is toch maar een klus die je klaart. Dan toch nog zoveel tijd besteden aan het bestuur van de gemeente. Ze doen dat namens de kiezers. Fantastisch. Hun carrière leidt daaronder. Het geeft je te doen als je fulltime baan hebt, een gezin en dan ook nog raadslid zijn. Toch, er moet veel gebeuren, veel stukken, veel op pad. Ze zijn er bijna allemaal, de lijsttrekkers. Ja. Nummer 2. Mag. Ja, Fabian in plaats van Alfred. Alfred Stegeman van de gemeentebelangen. Is wat laat? Je hebt gewend dat de stem op je vandaan. Hoe laat heb je gestemd en waar? Ik heb hier gestemd samen met mevrouw in het gemeentehuis. Nou, ik denk dat het rond 10:30 was vanmorgen. Werkt als partij. Campagne gevoerd, een programma opgesteld. Daar de boer mee op geweest. Ja, en dan is vandaag het moment waarop we het horen krijgen van hoe de kiezer erover denkt. Wat vind jij van het aanzien van het artikel en het evolutie? Nou, voor mezelf speelt dat niet. Ik denk dat het in het algemeen wel geldt. En vooral voor nieuwe mensen bij de politiek is het goed dat het aanzien er wel is. Ik heb er geen last van. Maar ik denk dat voor nieuwe mensen goed is dat daar wel aandacht voor is. Ze spelen dan een grote rol, maar als je dan aan het werk bent, dus was fijn. Dus ik had ook wat afleiding. Ik vond het heel fijn. Sorry. Wat verwacht je voor vanavond? Ik hoop dat we onze twee zetels behouden. Dat hoop ik van harte. Maar we zullen het zien. Het is een beetje nu, het is uit onze handen, het is gedaan en de stemmen moeten gesteld worden. En daar wachten we nu op. En de kiezer heeft altijd gelijk, hè? De kiezer die spreekt. Fabian, je staat tussen. Je lacht nu. Vanavond, eind van de avond ook nog? Dat hoop ik. Ja, dat hoop ik heel erg. En hoe was jouw dag vandaag? Ik heb ook gewerkt en daar was ik eigenlijk wel heel erg blij mee. Ik had constant allemaal kinderen die me afleiden, dus ik kon mij niet zo erg druk maken om de spanning. Een beetje juffrouw Ant vandaag? Nou, ik begin meestal niet met zingen. Ik heb elke uur een andere klas, maar ja, ik was wel blij met de afleiding vandaag. Jazeker, de eerste uitslag. Kom zo maar even een beetje dichterbij, want ik ga vanavond de uitslag presenteren op onze touchtable.
En ik ben bang dat u het van ver of niet helemaal goed kan zien. We gaan vandaag gewoon zeggen. Bedankt voor het maken van dit systeem, ook voor ons. Wij hopen dat het allemaal lukt en anders gaan we het gewoon op de ouderwetse manier laten zien. Nou, we proberen het hiermee te doen. Momenteel worden natuurlijk de stemmen geteld, maar dat wordt snel gedaan en wat we vervolgens hebben afgesproken. Maar we willen jullie zo snel mogelijk op het scherm het een en ander kunnen laten zien, dus vandaar dat we dat gaan doen. Wij hopen aan het eind van de avond ook op kandidaatniveau te kunnen presenteren en om ook het referendum te presenteren, maar ik denk dat dit belangrijker is voor jullie. Nou, zoals je ziet, dit is de kaart van Staphorst. Een aantal mensen dat op hun stempas als voorkeurslocatie deze locatie had staan. Het aantal stemmen dat hier is uitgebracht is 673. Tweede stem. Dan gaan we door met de derde. Dat is het gemeentehuis. We hebben hier ook alles al op partijen geselecteerd. Even weer kijken. Hier waren 1434 kiesgerechtigden en zijn 1170 stemmen uitgebracht. Dus 81,9%. Dat betekent dat de SGP hier 427 stemmen heeft gekregen, het CDA 253, het ChristenUnie 292, Gemeentebelangen 77, PvdA 83 en DPS 38. Gaan we even vergelijken. We zien hier een klein beetje verlies voor de SGP, een redelijk verlies voor het CDA, een redelijke winst voor de ChristenUnie, verlies voor de gemeentebelangen, verlies voor het PvdA en DPS had geen historisch vergelijk. Wat nu wel leuk is om te zien, we hebben pas 3 stembureaus, dus we weten nog heel weinig, maar we kunnen wel vast een totaaltje maken van wat we nu hebben. Nu zijn al 2566 stemmen geteld. Als we nu alles geteld zouden hebben, betekent het dit aantal zetels voor de partijen. De baljuw was een hele belangrijke persoon. Die had eigenlijk de rol om de mensen aan te wijzen die in aanmerking kwamen voor het raadlidmaatschap. 1811, nou kun je nu niet voorstellen dat het zo gebeurt. Dat ging toen. Nou, hij had een belangrijke bestuursfunctie. Hij vertegenwoordigde de vorst, dus de koning wie dan de baas was. Je moet ontcijferen of die er nou bij hoort. Maar 27 jaar, 1811, vrij jong vind ik. En dan een Jan F. Haan, die was 71. En met z'n allen 22 namen worden genoemd. Dus ik ga ervan uit dat de raad van 1811 begonnen is met 22 raadsleden. En we hebben er nu 17. Hij maakt kennelijk gezien die pret, behoorlijk indruk. Mensen, dikke griffel. Loopt enigszins dominant naast de kinderwagen. En de heer des huizes duwt de kinderwagen. De 3 stembureaus binnengekomen. Mauritschool, de Boelen en de Sportlab. Daar gaan we. Er waren 1206 kiesgerechtigden voor dit stembureau. Er zijn 1004 stemmen uitgebracht. Dat betekent een opkomst van 83,5%. De SGP, 640 stemmen voorlopig. CDA 111. De ChristenUnie 181. Gemeentebelangen 31, de PvdA 19 en DPS 22. Voor de mensen aan die kant heb ik begrepen iets naar achteren moet gaan staan. Zichtbaar. Dan gaan we even vergelijken weer. Dan heeft de SGP hier... dat is wel heel veel. Hij heeft zijn stoelen heb ik niet besteld. Wordt wel een beetje krap. 16 stemmen meer. CDA 88 minder, de ChristenUnie 91 erbij. Gemeentebelangen 5 erbij, PvdA 13 minder en DPS heeft 46 gehaald. Dat is ook voor nu. Dat vind ik geweldig. Daar zouden we heel blij mee zijn.
We hebben altijd twee zetels gehad, dus we hopen echt dat het zo blijft. Nog drie stembureaus moeten nog komen. Wat verwacht u? We houden twee. Dank u wel. Meneer Mulder. Hij is nog niet compleet. We hebben nog een aantal stembureaus die moeten we aan toevoegen. En wat is uw commentaar tot nu toe? De stand zo 32 geteld. Het ziet er goed uit. U kijkt blij. Ik zie ook nog wat stemmen gewonnen. Daar ben ik ontzettend blij mee. Dus de lente ontzettend. Ja, de lente begint bij de ChristenUnie. Ik hoop dat het nog iets wijkelijk kan bij de restje proberen te halen en dat we het vuur kunnen houden. Maar op dit moment, het is al voor de sollicitatie aan het spreken, maar de tendentie zit zich gewoon in de eerste stem. Dank u wel, dank u wel. We behouden onze twee zetels die we hadden en daar gaan we voor, dat hebben we al gezegd. We komen later bij u terug. Dank u. Luister mee. Er is veel werk gezet. De mensen die achter de campagne stonden. En is de andere zaak hiervan. Nikos van CDA, je hebt heel veel campagne gevoerd voor jouw CDA. Maar kan je kort zeggen wat je hebt gedaan in de campagne? Nou, wat ik gedaan heb, de fractie heeft zelf gedaan. Alles met internet en al dat soort dingen. Dat is niet mijn ding. Maar ik heb... Ik ben helemaal leuk geweest. Ik heb 80 borden overstappers gegooid. Maar dat mocht dus verder wel. Maar je ruimt ze wel morgen op weer? Ik ga morgen eerst de winkel opruimen, dan ga ik de borden opruimen. Dankjewel. Hard aan de campagne gevoerd. Klaartje Boezeko van de ChristenUnie. Wat heb jij gedaan in de campagne tijd? Nou, we hebben de ChristenUnie hebben ons vooral gefocust op de sociale media. Veel op Facebook en toch jonge kiezers ook bereiken. Ik heb nog geen vliegtuig gezien van de SGP boven Staphorst, maar dat is de volgende keer. Nou, dat is misschien een goed idee, ja. We hebben er niet aan gedacht. Die nemen we mee voor de volgende keer. Of voor de rest, geprobeerd om ons ideaal zoveel mogelijk voor de volgende keer duidelijk te maken. En ik heb geprobeerd zoveel mogelijk te delegeren. Maar goed, dat ging in het begin niet zo goed, het lijkt werd wat makkelijker. Ook bestuursvoorzitter, zoals je weet, dus ook ik heb werkzaamheden gedelegeerd. Maar ik wil vooral ook het bestuur en de fractieleden hartelijk bedanken voor al het werk dat we verzet hebben. Wij hebben deze campagne toch wel heel bijzonder gehad. We hebben in ieder geval onze nieuwe landelijke partijvoorzitter Nelleke Vedelaar hier gehad. Helaas was je daar niet bij, maar we hebben een hele mooie discussie gehad en daarin ook de boodschap gekregen om met elkaar nog meer zichtbaar te zijn ook als Partij van de Arbeid voor die mensen die het nodig hebben. Dus ook in de toekomst zullen wij meer zichtbaar zijn op straat en voor de mensen zijn. We gaan dingen doen in plaats van erover praten. Dat is mooi, want dat geldt eigenlijk voor allemaal. Niek is best weggegaan, maar het is ontzettend belangrijk om ook niet alleen nu in de campagnetijd, maar ook daarna ook onze partijen aan de aandacht te brengen. Leuke video's. Ja. Ik zie, u ziet wat ik doe. Ik kijk zo af en toe door de ruit heen. Ik kijk naar mensen aan, er wordt geknikt, nog geen uitslagen. Dus nu op de wachtlijn. Ze hebben toch bij de dames campagne gevoerd. Annemarie. En Marcia. Twee leden, hier is een trap, dat is wat makkelijker. Ben er staat er ook om de politiek onder aandacht te brengen van de jongeren. Waar ik je ontzettend mee complimenteer is dat je het alcohol- en drugsbeleid... Zoals je weet, Klaas van Boeskool is onze voorzitter en die is daarnaast ook heel druk geweest met promotie maken voor de kinderen. Ik denk dat wij terug kunnen kijken op een mooie avond. Waarin misschien niet heel veel onderwerpen zijn besproken, maar de onderwerpen die besproken zijn, dat die kwalitatief inhoudelijk goed besproken zijn. En dat de debatleider de mensen goed aan de tand heeft gevoeld en concrete antwoorden wou horen. Er zijn één of twee. Twee stembureaus binnen. Verder geteld als het gaat over de voorkeurstemmen. Dus er kwam ook wat wijzigingen als het gaat over zetels, maar dat wordt daarna geteld. Maar ik geloof dat het eerst met de hierna. CDA staat voorlopig op 4 zetels, de ChristenUnie staat op 5 zetels voorlopig, gemeentebelangen Staphorst op 2, Partij van de Arbeid op 1 en Democratische Partij Staphorst heeft niet genoeg stemmen gehaald om 1 zetel te halen. Dit is voorlopig de uitslag. We gaan het.
lijsttrekkers staan. Een korte reactie, even van hen. Zomaar even de eerste reactie na deze uitslag. Ik heb al je reactie uit je hart. En ik vind het dapper dat je hier staat en dat ook zegt. Vind ik echt. Dankjewel. Lucas. Ja, nou, we hebben de uitslag. Ik zei al, het laatste plaatje is wel het belangrijkste. Allereerst denk ik, God de eer, die heeft ook aan Stappers gedacht. En we zien toch een behoorlijke christelijke meerderheid. Dat doet ons goed. En we hebben onze 5 zetels die we hadden, die zijn zoals nu voorlopig blijkt, staan er weer op. Dankjewel. Alfred? Ja, tevreden natuurlijk. 2 zetels. Vorige keer, iedereen zegt, je had er maar 1. Nee, vorige keer hadden we er ook 2. Maar door omstandigheden werd... We hebben gekregen dat zoveel mensen hun stem op de ChristenUnie hebben uitgebracht. En ik heb het eerlijk gezegd, de lente begint. Dankjewel. 5 zetels, felicitatie. Ik sta een beetje met gemengde gevoelens. Ik ben blij dat onze 4e zetel, zoals het er nu naar uitziet, hebben behouden.